even foto's maken van de kindjes. Want Judith kan goed foto's maken. Dus dan gaat ze me dat even een beetje leren. Ineens lopen we in het bos. Oh, en wat op mijn hoofd zit? Ik heb een nieuwe zonnebril. We waren aan het eten en ineens ging de deur bij om. En daar stond iemand met deze mooie bloemen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is zondag. En het is, ik weet niet eens hoe laat. Geen idee. Ik ga in ieder geval naar de winkel. Want er moeten weer boodschappen komen. En ja, de rest zit nog half niet aangekleed, half wel aangekleed in huis. Dus dan moet moeder het maar weer doen. Weet je nog toen ik je zei? De wereld is veel mooier met jou erbij. Rodney is beneden aan het stofzuigen, dus ik dacht ik ga boven even bezig. En ik hou zo van die frisse kamertjes. Ik heb Nolan naar bed even opgemaakt en alle kleren opgeruimd. Lina werd ook opgemaakt, maar daar ligt zoveel Playmobil in die kamer, bezaaid over de hele vloer. Dat kan ze straks zelf even gaan opruimen, want dan is ze ermee aan het spelen en dan uiteindelijk ruimt ze het wel weer op. Nu moet alleen onze kamer nog even. Maar dat doe ik morgen. Ons bedden goed opruimen, want morgen wordt het lekker weer. Dus ga ik morgen vroeg gewoon vroeg uit bed. Dan doe ik de was in de wasmachine. Ga ik daarna weer in bed liggen als Celine nog slaapt. En dan, als we dan wakker worden, dan kan ik het buiten ophangen. Hoop ik. Heel wat uurtjes later. Nolan lag in bed. Celine was heel moe. Die lag eerst die televisie te kijken. En toen dachten we gaan even naar boven. Want ja, ik slaap 's nachts nooit zo heel goed. Dus ik dacht ik ga mee naar boven. En nu hebben we even geslapen. Maar we worden iets te laat wakker. Want het is 4:15 geweest. Maar nu gaan we eten. En we gaan heel lekker eten vandaag. Want het is zondag. Dus we eten lekker makkelijk. Drinken. Voor de pop. Pop. Dus Nijntje. Wil je? Nee. Wil je niet? Oké. Okay. Donnie. Wat heb jij voor lekkers? Dit. Ja. Poffertjes en aardbeien? Yum, yum, yum. Kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Het ziet eruit als een feestmaal zo. Lekker eten. Ik word hier blij van. Het is 9:00. En ik heb net de eerste was buiten opgehangen. Hopen dat het vanavond droog is en lekker ruikt. Dan kan het weer fris op ons bedje. Ik gebruik vandaag voor het eerst mijn nieuwe camera. En ik zie wel dat het beeld heel veel beter is. Alleen het geluid. Het geluid vind ik heel raar. Ik heb het zaterdag binnengekregen, helemaal blij. En toen ging ik dus even een stukje opnemen. Alleen, ja, als ik dit terugluister klinkt het heel raar. Dus ik zet straks, als ik vandaag gefilmd heb, zet ik vanavond alles even op mijn MacBook kijken of het geluid dan heel anders is. Want zo klinkt het geluid heel raar. Dus ik ben benieuwd. Want ik was zo blij dat hij binnen was, mijn nieuwe camera. Dat hij niet even zo scherp, onscherp, scherp, onscherp, scherp, onscherp gaat doen. Maar ja, als mijn stem in één keer heel raar klinkt. Maar heel veel mensen gebruiken deze camera. Dus ik vraag me af of die dat dan ook hebben. Of dat ik gewoon de instelling helemaal verkeerd heb staan of zo. Maar we zullen zien vandaag. Trampoline. Oh, is het naar trampoline? Ja. Oké. Okay. Het is een trampoline. Not. Lukt dat zelf? Pak maar, Noëlin. Pak maar. De helft valt eraf. Goed zo. Ah, nog. Ja, oké, kom maar gauw. Waarom dan? Zo handig. Je kinderen meenemen naar buiten met de was. Oh, nee. Ineens lopen we in het bos. Samen. Met ons vriendinnetje. Dat niet eens lekker thuis. Nou, berg op. Zullen we hier ergens zitten? Hier is een klimrek ook, ja. Oh ja. Weet je? Ik heb echt nare herinneringen aan dat klimrek. Wat dan, weer afgevallen? Zeg je? Misschien weet je dat nog. Nee, dat we toen naar het ziekenhuis moesten? Nee. Nee? Nee. Dat was helemaal gescheurd hierboven. Bij de tanden. Nee. Ik ging daar doorheen springen en toch even nadoen. Ja, was echt gevaarlijk. Erg. Misschien moeten we hier niet gaan spelen. Dus ik waarschuw je. Zijn... Oh schat, sorry. Vergeet u jou helemaal. 1, 2, 3.
Wat een pretty. Okay. We hebben net patatjes gegeten en nu hebben we een ijsje. En we bestelden twee van deze bekers, maar we kregen er drie. En Celine en Nolan hadden allebei ook een apart ijsje. Dus we zijn hier wel even zoet mee. Als iemand een extra ijsje wil. Pas op hoor, want dan hangt een droppeltje aan. Kom eens. Zou mama Nolan een hapje doen? Ja. Zo? Kreeg je er ook nog spikkeltjes op, Nikama? Ja. Wat een geluk. Kregen jullie zomaar spikkeltjes erbij? Alsjeblieft. Wat doe je? Je moet niet daar. Je moet wel blijven zitten. We zijn heel dicht bij het water. Wij zitten hier gezellig bij het water. Even een koekje te eten. We zijn vroeg op pad gegaan, want Sterre had eten nodig. Dus toen dachten we, we gaan even snel naar het dorp. Nolan heeft luiers nodig. Neem even koekjes mee. En dan kunnen we hier gezellig zitten bij het water. Appel. Nee, aardbei. Is niet appel, is aardbei. Ga je drinken? Kan je kijken of je het lekker vindt. Want daar zit water in met uitgeperste aardbei en stukjes aardbei. Lekker? Mm. Mooi. Kom maar, in de hoek. Je bent wel slim. Stoeltje voor Nolan pakken zodat jij daar kan gaan zitten. Jeetje, wat handig zeg. Ik zit hier op mijn telefoon. Een zonnebril te soepen. Soepen? Ja. Ik was net in het dorp kijken voor een zonnebril. Wat is er? Wat? Heb je vies hand? Ach, een beestje. Een tor, jongens. Een tor doet niks. Maar ik kon dus niks vinden. En die vrouw was ook niet echt heel vriendelijk. Want die zei dus dat zo'n soort pilotenbril van Ray-Ban er niet was met dikkere pootjes. Nou, ik zit dus nu op die site te kijken en naar lang zoeken en overleg met mijn moeder. Omdat ik die toen van haar heb gekregen, zij dezelfde heeft. Zijn we er dus uitgekomen dat die gewoon wel bestaat. Dus die vrouw was en niet vriendelijk en ze had gewoon geen gelijk. Dus vind ik niet grappig. Maar goed, ik heb hem nu gevonden en dan bestel ik hem gewoon online. En hopen dat hij dan een beetje goed zit. Want die brillen die ik in de winkel paste, dat zit niet. Dan is het weer te klein, zit met dikke wenkbrauw erboven. Of dan zit hij echt helemaal hier zo. Dan is hij hier klein en hier groot. Dat lijkt niet. Dus hopelijk heb ik nu de goede gevonden. Dit is zo zuur, hè. Ik ben even met Lina binnen gegaan. Anders dan verbrand ik weer helemaal. Ik dacht dat ik niet rood was. Maar op de camera lijkt dat wel zo. Volgens mij valt het mee. Maar ik bestel dus een nieuwe zonnebril. Heeft mijn moeder een paar minuten daarvoor een foto gestuurd van een aanbieding van een zonnebril die ik juist wou hebben. Maar die kon ik dus nergens vinden. En toen dacht ik, nou, deze lijkt er het meest op. Dus toen had ik dus een zonnebril besteld die 60 euro duurder was. Dus je kon binnen een uur annuleren. Dus ik heb snel een mail gestuurd. Maar dan wil ik altijd meteen een bevestiging, zodat ik weet dat het goed komt. En dat ik een nieuwe kan kopen. Want ja, als je geld niet terugkrijgt, is het een beetje zuur. Dus dan kan ik hem ook niet annuleren. Nu is het dus wachten op een mail. En ik weet niet of ik de enige persoon op aarde ben. Maar ik wil dan gewoon snel een bevestiging hebben dat het goed komt. Dus beetje dom van mij. We zijn bij een strandje. Hoe heet het ook weer? Canada Meer. In Elslo. Middle of nowhere. En wij gaan even foto's maken van de kindjes. Want Judith kan goed foto's maken. Dus dan gaat ze me dat even een beetje leren. Ik heb nu al zo'n rood hoofd. Lekker warm. Je wil achter je zus aan? Ja. Oké. Is goed. Maar we kunnen je schoen nou nog even uitdoen. We kunnen je schoen nou nog even uitdoen. Ja. Ja? Ik dacht, ik trek Nolan eens leuk een nieuwe pakje aan, want die was zo gegaan. Dat hij zich omzien dat ik hem verkeerd om aan heb getrokken. Kom, we moeten hem even omdraaien. Ja, verkeerd om, mama. Foutje! Goedemorgen. Het is donderdag. En ik probeer nog steeds mijn video online te krijgen. Gisteren bleef hij de hele tijd op 94% steken.
Hij zei dat hij nog 8 minuten moest. Hij heeft 2 uur op 8 minuten gestaan. En toen heb ik hem uitgedaan. Want mijn laptop, nou, die werd zo heet. En die ging zo hard zoomen. Hij was zo hard aan het werk. En waarom het niet lukt, ik heb geen idee. Dus hij staat nu al vanaf 8 uur aan. Het is nu 9 uur. En hij is nog steeds maar 23%. En normaal duurt hij ongeveer 40 of 50 minuten dat hij op 100% zit. Dus ik heb geen idee wat er gebeurt. En ja, ik doe mijn best. Maar op een gegeven moment ben ik er ook klaar mee. Dan denk ik, ja, ik snap niet waarom hij het niet doet. Het kan de wifi zijn. Het kan YouTube zijn. Het kan mijn laptop zijn. Ik heb geen idee. Ik heb al andere wifi erop gezet. Alle andere wifi dingen uitgezet. Maar ja, het werkt allemaal niet. Nu gaan we eerst ontbijten. Want, nu is iedereen wakker. Dit is weer een... mij ons tweede ontbijt aan, want we hebben al yoghurt gehad. Ja? Ja. Papa is werken. Yes! Het is eindelijk gelukt. We kijken nu even onze eigen video. Omdat ik bang was dat hij niet helemaal goed was. Omdat hij dus gisteren niet helemaal wou uploaden, maar is gelukt. Dus de kindjes zitten daar. Heel aandachtig naar onszelf te kijken. En ik ben echt blij dat het gelukt is. Want ik wil gewoon graag dat hij op tijd erop staat. Omdat ik elke woensdag om 7 uur dat graag erop wil hebben. En dan word ik boos op mezelf als het niet lukt. Maar ik kan er dan op dat moment niks aan doen. Maar goed, hij is gelukt. Dus ik ben blij. Ja, jullie hebben nieuwe zonnebrillen. Die zonnebrillen hebben we van de week al gekocht. En nu ga ik zelf een zonnebril halen. Ik heb één besteld. Maar dat was dus niet de goede. Dat had ik verteld. En nu ga ik dus de andere halen. Die ik heel graag sowieso al wou. We zijn buiten. Eindelijk kunnen we doen wat we zelf leuk vinden. Man. Zo zuur. Als die vlog niet lukt te uploaden. Wat zeg je? Ja, de terugweg kunnen we door het bos gaan. Maar goed, we zijn nu weer buiten. Nu hebben we de hele donderdagmiddag. Het is nog zelfs ochtend. Om lekker te doen wat we zelf willen. We zijn in de speelgoedwinkel. Om wat leuks voor Lina uit te zoeken. Welke wil je? De paardje. Of... welke vind je leuker? Deze? Ja. Of deze? Deze of zo. Deze blauwe vind je mooier? Mm-hmm. Oké. Okay. Gaan we die doen. Ik kan niet doen. Maar vind je de blauwe beker dan ook mooier? Ja. Deze blauwe beker? Of die wil je die? Welke? Deze paars of de blauwe? Nee, blauwe en deze. Deze en deze wil je? Ja. Oké. Okay. De roze en de rugzak. Kijk. Kijk eens. Dan is die voor jou. En dan is die ook voor jou. Hi. Ja? Helemaal goed. Wij hebben net lumpia's gekocht. We hebben een paar nog in een zakje voor. Rob niet. En de rest hebben wij gedeeld. De kindjes vinden het zo lekker. En in deze lumpia zit heel veel... ja, wat zit erin? Niet heel veel vlees. Heel veel wortel en... ja, van dat witte. Maar van dat doorzichtige. Ik heb geen idee wat het is, maar het is super lekker. Dus dat hebben wij als lunch vandaag. Lekker, lieverd? Ja. Lekker, hè? Ja, zo gezellig zo lunchen. En daarachter, hoe je Sterren, die zijn drinken. Of heb je niet bedenken? Jawel. Sterren wil ook graag lumpia, maar Sterren mag niet lumpia. Dan krijgt Sterren buikpijn. Oh, en wat op mijn hoofd zit. Ik heb een nieuwe zonnebril. Ik wou heel graag de zwarte, die ik de vorige keer ook had. Maar toen deed ik deze bruine op. Toen dacht ik, deze bruine vind ik ook wel mooier bij mijn gezicht. Ik zal hem zo even laten zien, want één hand camera, andere hand lumpia. Ga niet werken. Nolly ligt al een tijdje op bed en wij waren gewoon in de tuin aan het niks doen. Maar uiteindelijk dachten we gaan een lekker plekje voor onszelf maken. Dus om het kleed, op kussens, gaan wij nu lekker niks doen. Wat is er, Ster? Wat is je? Hoi. Wat is er, Ster? Ja, hoe doet Sterren? Volgens mij gaat ze nou eens in de vlog. Hallo. Wat wil je dan? Dat doen, maar. Ja, ik weet niet of Sterren dat wil. Ze gaat bijna naar buiten. Nee, ze denken we hebben eten. Wat ben je aan het maken? Mag ik de volgende? Oké. Oh hier, Arne. Jij hebt het snel. Een mooi gekleurde tuin zometeen. Papa en... wij hebben net een boeketje bloemen van de kerk binnengekregen. We waren aan het eten en ineens ging de deurbel. En daar stond iemand met deze mooie bloemen. Daar zijn we blij mee. En ik heb hier nu een bakje met aardbeien. Die ga ik hier onder mijn kleedje opeten.
Verder hebben we net alles opgeruimd. We hebben ik buiten en Roddy binnen het meeste. De kindjes zijn nu op bed. Roddy ligt ook op bed. En ik heb nog heel even tijd voor mezelf. Dus ja. Het is donderdagavond. En morgen moet ik weer werken. Dus eind van de video. Heel bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.